Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Melkcontainer. Sparta verloor met 2-1 bij Jong Ajax. We zitten weer voor lul, schreef een prominent Sparta-supporter mij op Facebook, Jan Dillen. Nou, als je jezelf titelkandidaat noemt en vandaag bij Vlaag laat wegspelen door een veredeld A-elftal, moet je heel, heel diep schamen. Dit is FC Rijnmond. Hartelijk welkom, fijn dat je bent. Geldt ook voor collega Jan-Dirk Stouten en vooral natuurlijk voor onze gast Martijn Krabbedam, Feyenoord-watcher van VI. Om maar bij dat laatste te beginnen, je bent momenteel dag en nacht bezig met Graziano Pelle. Ja, dat mag je zeggen. Ja, 1000 vragen aan Graziano Pelle. Dat is een boek, hij is zelf met dat idee gekomen. Die jongen krijgt per week zo verschrikkelijk veel aanvragen voor fotoshoots en voor interviews en voor allerlei andere gekke dingen. Dat hij het eigenlijk zat was. En dat hij zei van, ik geef de mensen in het land de kans om mij alles te vragen wat ze willen. En ik ga al die vragen beantwoorden. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Ik moet zeggen, er zitten wel leuke vragen tussen. En hij geeft ook daadwerkelijk overal echt antwoord op. Het draait nergens omheen. Dus het kan best interessant worden. Noem eens één dingetje waarvan je dacht, nou... Nou ja, wat bijvoorbeeld over zijn eerste verkering. En dan ook hoe zich dat dan verder ontwikkelt. En dat is wel interessant. Ja. Laat ik het zo zeggen dat hij vroeger als persoon... ook niet zo'n scherpschutter was, wat je zou denken. Loopt het storm met die vragen? Ja, het loopt redelijk storm, ja. En wat opvallend is, ik dacht eigenlijk, Pelle, dat is een spits van Feyenoord, dus het zal wel heel erg Rotterdam gericht zijn, hè? Mensen die vragen insturen. Maar het blijkt juist dat vanuit het hele land die vragen binnenkomen, vanaf Maastricht tot aan Leeuwarden, Groningen, Oude Pekela, maar ook zelfs van Aruba zelfs iemand en uit Mexico. Dus... Ja, zien wij op de site ook altijd dat ze Feyenoord speelt, hè, waar die mensen allemaal luisteren. Geweldig, hè? Ja, is heel mooi om mee te maken. Jouw eerste verkering, wil je daar nog iets van? Nee, liever niet, Frank. Pelle nog even, werd van de week weer in verband gebracht met een Italiaanse topclub. Ja, Lazio Roma, zei hij. Ja, ik heb hem dat nog niet gevraagd. Kijk, het is de topscorer van Feyenoord en die jongen ontwikkelt zich goed. Je ziet ook dat je als elftal echt wat aan hem hebt. Dus er zal ongetwijfeld interesse voor hem komen. Ja, als ik hem dan zo dag en nacht spreek, dan proef ik wel dat deze jongen in Nederland, dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft. Nou ja, hij is hier de koning. Hij kan alles doen en laten wat hij wil. Mensen vinden het prachtig. We waren in Leeuwarden bij Cambuur Feyenoord. Ja, en heel die hoofdtribune zat echt omgedraaid toen hij die trap opkwam. Ja, die status die hij hier heeft, vindt hij nergens. Dus ik denk dat hij wel twee keer nadenkt voordat hij Feyenoord verlaat. Denkt of het geld moet wel heel goed zijn. En spitsen die hier scoren in het buitenland vaak niet. Afonso Alves is een voorbeeld. Boni heeft het lastig bij Swansea. Nee, hier de koning zijn. Jij zegt over het grote geld, maar hij was knap zagrijnig toen hij van de zomer niet naar Dubai kwam. Ja, dat ging ook een beetje om de manier waarop dat ging volgens mij. Hè. Of interesse wel of niet gemeld, wel of niet mogen praten. Dus dat irriteerde hem ook. Maar hij is nou helemaal happy. En naar zijn zin bij Feyenoord. En wat ik zeg, loop met hem door de stad of waar dan ook. En het is de koning voor Rotterdam. Hoe is die als je zo dagelijks met hem optrekt? Het is een hele aardige gozer. Misschien dat er ook misverstanden over bestaan. Dat je denkt dat het is een glad Janus of arrogant of wat dan ook. Maar juist helemaal niet. Het is een hele open jongen. Hij heeft humor. Hij denkt na over dingen. En dat levert toch leuke antwoorden op toch goede vragen ook wel die zijn binnengekomen. Jij was voor de radio bij Sparta, Jan-Dirk. Ja, op de toekomst in Amsterdam, waar Ajax met een aantal spelers speelde. Dat is op zich al een drama daar, hè, als je Ajax-supporter bent. Nou ja, ik heb een foto van het uitvak getwitterd. Dat is groter, dat is kleiner dan onze woonkamer. En bij jou ook in Maassluis, denk ik. Nee, mij niet, hoor. Nee, maar laten we die omstandigheden even vergeten. Als je Sparta bent en kampioen wilt worden en je wilt revancheren voor de nederlaag vorige week tegen Dordt, dan moet je er vanaf de eerste minuut bovenop zitten vandaag. En Sparta is afgetroefd op mentaliteit. Meer kan ik er niet van maken. En er werd vooraf nog zo schamper gedaan over het elftal wat Ajax in deze interlandweek kon opstellen. Ja, Groenendijk heeft een dikke 50 spelers gebruikt in deze competitie. Hadden 7 of 8 keren op een rij verloren. Stonden met 0-7 onderaan in de strijd om de tweede periode. Sana deed vandaag mee. Hoese deed mee. Duarte deed mee. Maakte zijn rentree. Maar verder allemaal A-junioren. Ja, en Sparta is echt afgebluft vandaag. Echt heel dramatisch. Heb je ook nog iets positiefs gezien vandaag? Bij Sparta? Ja? Nee. Nou, laten we maar even naar de uitleg gaan van de trainer van Sparta na afloop van de wedstrijd in Amsterdam. Als je ziet zeg maar, uiteindelijk hoe we verdedigen en hoe we aanvallen, dan is het al met name in die laatste fase, wanneer we die ballen erin gaan gooien. Ja, de keeper was natuurlijk heel onzeker daarin. Ik heb niemand gezien dat daar heel adequaat op gereageerd heeft wanneer die bal zeg maar, op de grond viel. Ja, dat heeft gewoon te maken met het feit van wil je ten koste van alles die goal maken en wil je winnen? Of ben je op 95% waardoor je dat je niet maakt? Sparta moet hier in feite gezien de kwaliteiten wel de baas zijn op het veld. Ja, dat was het niet. En
Ja, ik heb natuurlijk ook nog wel een beetje een Sparta hart. Dus ja, je kijkt eigenlijk vooral naar je eigen ploeg. Maar ja, wat mij betreft mag Sparta dadelijk promoveren, want het is een eredivisieclub. Alleen ja, vandaag hebben ze dat niet uitgestraald en daar begint het wel. Is 7 punten een erg groot gat, vind jij, naar Dordrecht nu? Nou, kijk, ik denk voor degene die hier nu die wedstrijd hebben gezien, dat we even niet met Dordrecht bezig moeten zijn. Dat we eerst maar eens gewoon ons eigen ding weer moeten gaan doen. Ik denk dat is al moeilijk genoeg en dat is al pittig zat. Na 2 verloren wedstrijden moet je dat weer beter gaan doen. En ik denk dat we niet te veel ons bezig moeten houden met Dordrecht. Maar zeg je daarmee ook, we moeten even niet over kampioenschap praten en zo? Nou, dat is eigenlijk nooit aan de orde geweest. Hè. Dat hebben we eigenlijk nooit zo gezegd. We hebben altijd gezegd van, we willen graag voor promotie meedoen. Maar ik denk gewoon dat wij zelf beter moeten. En nogmaals, we moeten ons niet met Dordrecht bezighouden. Die doen het fantastisch en prima. Maar wij zullen zelf moeten verbeteren om iets te kunnen realiseren. Dus wij moeten niet naar andere ploegen kijken. Maar om promotie meedoen klinkt zwakker dan het was volgens mij. Volgens mij moest Sparta gewoon promoveren voor het zoveelste jaar op een rij. Ja, ja. Ja, misschien leg ik het even verkeerd uit naar jou toe, dat jij dat anders interpreteert of zo. Maar we willen graag promoveren en dat is het doel ook. Dus ja, of je nou dan moeten gebruikt of willen of per se of kampioen worden. Ja, ik denk dat je niet te veel zout op elk slak moet leggen. Nee, Jan-Dirk. Ja. Oude oren stoken. Ja, ik vind dat hij zulke rare dingen zegt na wedstrijden. Vorige week na Dordrecht riep hij dat ze in de eerste helft eigenlijk beter waren dan Dordt. Rusland op het kasteel 0-3. Ja, en nu zegt hij toch echt letterlijk, ik heb het even opgeschreven, we willen graag meedoen op het kampioenschap. En een kampioenschap op zich is nooit een doel geweest. Ja, voor mij is de keiharde doelstelling bij Sparta dat ze moeten promoveren. Heel raar weer. Ja, maar waar komt het vandaan? Ja, goede vraag, Frank. Ik weet het echt niet. Ik vond dat hij de laatste weken wel redelijker werd. Zijn eerste uitleg vind ik ook acceptabeler. Als je 7 punten achter staat en je bent zelf niet in vorm, moet je vooral op jezelf richten. Ja. En de rest zie je dan zelf wel. Maar daarna gaat hij toch weer rare dingen zeggen. Wat denk jij als je dit ziet? Nou ja, ik denk dat het een trainer is die de rust wil bewaren. En je weet hoe dat gaat bij Sparta. Ze hebben een goede serie gehad. Maar dat hebben ze eigenlijk ieder seizoen. Hè? Dat ze een reeks wedstrijden winnen. Dat je denkt, nou, ze zijn boven Jan. En nu gaat het weer komen. Ja, als dat dan uitblijft en je verliest er weer 2 op rij. Ik denk dat hij gewoon rustig rust wil uitstralen. Ook naar zijn spelers toe. Maar ja, wat hij zegt is natuurlijk niet waar. Kijk, Sparta zal best willen promoveren. Maar ze moeten ook promoveren. Maar moeten ze eigenlijk al 2 jaar. En ieder jaar dat ze het niet doen, wordt het alleen maar weer moeilijker. En dan, ja... Je moet er toch eigenlijk niet aan denken, bij wijze, als je Sparta supporter bent, dat het dit jaar weer niet lukt. Je wordt 5e jaar in de eerste divisie. Ja, en dan wordt de kans dat je nog een keer terugkomt, wordt alleen maar steeds kleiner. Maar hoe lang kan je dit volhouden? Om gewoon dingen te blijven zeggen die niet waar zijn en dan na afloop in de loop van de week weer een bericht op je eigen website te plaatsen van dat je zo onrechtvaardig behandeld wordt door de media. Hoe lang kan je dit volhouden? Ja, zolang de leiding dat toestaat. Maar ik weet niet of hij iets zegt wat niet waar is. In het begin, dat klopt het toch Kijk, er is één groot verschil. Ik zal het nooit vergeten. Het is een beetje zwaar uitgedrukt. Maar vorige week hadden wij de beelden op TV Rijnmond van de innige omhelzing tussen Marco Bogers, technisch directeur van Dordt, technisch manager, en Harry van der Ham na de zege op het kasteel. Dan zie je daar gewoon passie van afspatten. Daar zit... Ja, warmte in de organisatie. Ja, die winnen, maar daar is ook gewoon een natuurlijke basis van respect. En er zit bij Sparta gewoon geen warmte op het moment in de organisatie. Is er iemand bij Sparta... Het is afstandelijk. ...die dit stopt? Dus of zij nou gelijk hebben niet? Maar William Vloed kan toch niet weer een trainer ontslaan? Dat kan toch niet? Daarmee dan is ook een brevet van onvermogen voor zijn eigen functioneren als hij deze trainer op straat zou zetten. Nou, hij kiest voor het 2e achtereenvolgende jaar met een keiharde doelstelling van promoveren voor een compleet onervaren hoofdtrainer. Ja, krijg je dit blijkbaar. Ja, maar deze trainer heeft hij helemaal zelf aangesteld. Ja. Hij bij niemand is hij langs gegaan van zullen we het zo of zo doen? Want iedereen wil iemand anders. Hè. Ze hadden ook gehoopt dat hij langs Henk ter Kate was gegaan. Die had ook nog wel zijn ideeën over hoe het eventueel zou moeten. Ja, hij besloot het op deze manier te doen. Hij is technisch en algemeen directeur tegelijk. Was ook een geldkwestie, want dat is er niet zoveel meer op het kasteel. Dus hij kiest voor deze trainer. Ja, dan moet je hem wel blijven steunen, want anders kan je net zo goed zelf ook opstappen. Maar het is toch geen argument om iemand te laten zitten, omdat anders je eigen functioneren aan de orde kan komen? Nou, in de voetballerij is dat voor mij heel vaak een argument. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Dan moeten er toch bij Sparta mensen zijn die het voortbestaan van die club belangrijker vinden dan de positie van William Vloed. Ja, maar de raad van commissarissen eet uit de hand van William Vloed. Stel er geen enkele kritische vraag meer. En als je hier een keer zegt wat je denkt en je heet Corpot, moet je wegwezen. Dat is de cultuur bij Sparta. En als je Cor nu trainer van Xerxes ziet ze zijn, tot na de winterstoppen nog. Ja. Ja, daar zie ik niks aan ijdelheid af, eerlijk gezegd. Nee, doet hij hartstikke goed. Groenendijk zegt, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar het gaat uiteindelijk toch tussen Dordrecht, Sparta en Willem II.
Ja, nou, dat klopt ook, hè, want Dordt zou best wel een keer de punten gaan verspelen. Maar Dordt is wel, ook op basis van de zegen van gisteravond, wel de grote favoriet op dit moment. Is dat ook in media termen dan ook nog het goede aan dit verhaal? Dat je denkt, ja, zolang je nog meedoet, zolang je nog kampioen kan worden, de tweede periode ligt nog binnen handbereik. Ja, blijf dan maar gewoon zeggen dat het allemaal niet zo erg is. Je hebt het over Sparta? Ja. Ja, maar dat is toch ook zo. Het is de Jupiler League. Sparta gaat natuurlijk gewoon zijn wedstrijden weer winnen straks. En gaan gewoon uiteindelijk meedoen om dat kampioenschap. En iedereen verwacht wel dat Dordrecht een terugslag krijgt. Ze zullen ongetwijfeld wel wedstrijden gaan verliezen. Maar ze imponeren natuurlijk wel, hè. Ook op de manier waarop ze voetballen. Ja, de selectie wordt breder. De selectie wordt breder. Ja. Maar je hoort ook in het land, hè, in de media, mensen beginnen over Dordrecht te praten en te schrijven. En dat is natuurlijk wel terecht. Dat hebben ze toch heel knap voor elkaar gekregen. Ik dacht, misschien zou dat spandoek wat bij Immers in de straat hing, zou dat niet net zo goed even bij Bogers opgehangen kunnen worden? Van Adrie Bogers, hè? Ja, nou ja, als de Sparta supporters nog een laak over hebben en verf, dan moeten ze dat vooral doen. Zou daar nog wij staan achter voor zijn? Je, geloof ik, hè? Ja, en de media. Ja, in tegenstelling, ja, nou kijk, ik pleit hier ook niet voor het ontslag van Bogers, hè. Dat zou veel te ver gaan. Maar dat er binnen Sparta iets mis is wel duidelijk. Ja, van de week die actie van die supporters, ja, op zich vind ik die wel aardig. Ja, jij ook, als je bij je in de straat. Nou ja, goed, als ze die jongen daarmee een hart onder de riem willen steken, dan moeten ze dat vooral doen. Ik persoonlijk begrijp het alleen niet, want het is toch niet zo dat alle kranten en tijdschriften en de televisie, dat het nou eigenlijk alleen maar gaat over Lex Immers. Dat wordt bij Feyenoord wel gedaan, alsof die jongen de zondebok van alles is, maar dat valt toch allemaal wel mee. Ja. Daarbij speelt hij bij Feyenoord, hè, niet bij een amateurclub. En als je kansen mist en als je ook soms niet goed functioneert, dan krijg je dat te horen. En dan wordt dat opgeschreven, dat hoort er allemaal bij. Dat is het totale pakket. Aan jou ligt dat niet, Jan-Dirk. Dat moet ik eerlijk toegeven. Jij hebt hem door dik en dun gesteund. Ja, nee, maar we zien allemaal dat Immers kansen mist. Alleen ik blijf zeggen, als hij op die positie 20 goals maakt, kan hij naar Barcelona, Real Madrid, Manchester United en Chelsea. Deze jongen haalt het maximale uit zichzelf. Vind ik echt knap. Denk jij, want jij bent een van de criticasters, hè, van Immers. Denk jij wel eens, als hij met een verhaal komt van, ik kan toch niet meer zo makkelijk met mijn kinderen naar de supermarkt zonder dat er mensen op me beginnen te schelden. Denk jij dan niet eens thuis van, Nee hoor, dat denk ik niet. Want het is toch, we beoordelen Lex Immers toch op zijn voetbal. En toch niet of hoe hij eruit ziet of wat hij verder doet. Het is toch gewoon, ja, hij is speler van Feyenoord. En het is een topclub. En dan word je gewoon beoordeeld en veroordeeld. Dat hoort erbij. Ja, dat is dan anders moet je geen profvoetballer worden. Dan even terug naar dat verschil tussen Sparta en Dordrecht. Hè. In het centrum van de verdediging zie je dat ook zo enorm. Dat eindeloze heen en weer geschuif bij Sparta en die centrumverdedigers van Dordt, die altijd naar voren moeten. Ja, daar zie je toch de hand van de trainer, Frank. Daar zie je toch dat Van der Ham dan zo. Je hebt gisteravond zelf achter de dugout gezeten tegen Eindhoven. Telkens zijn tegenstander opzoeken, Haddad en Lima moeten telkens inschuiven. Ook al verkeert Lima op dit moment niet in grootste vorm bij Sparta. Met Ramstein en Luiding is dat compleet niet aan de orde, helaas. Varela, die zei in jullie blad, als ik het goed heb, of nou, ik weet niet meer, maar die zei, ja, in jullie blad, de sfeer is hier zo goed bij Dordrecht en bij Sparta, niks te nadelen, maar de druk is gewoon te groot. Ja, maar daar ben je Sparta voor, hè? Iedereen zegt wel, Sparta is een eredivisieclub in de Jupiler League. Ja, als je kijkt naar het stadion, is dat ook zo. Alleen als je kijkt naar de spelers en het materiaal en hoe ze voetballen, ja, dan mag je daar toch wel je twijfels achter zetten. Maar om terug te komen op dat centrum van Dordrecht, dat is wel knap, hè? Want dan moet je wel kunnen met zoveel ruimte in je rug spelen, steeds maar doordekken. Ja, ja, ik vind het wel knap. En inderdaad, dan zie je toch de hand van de trainer. En ik heb het hier volgens mij wel vaker gezegd. Toen ik net begon als verslaggever, werd ik naar Telstar gestuurd. Was hartstikke leuk overigens. En daar was Harry van der Ham al trainer. En toen liet hij zijn ploeg al heel aantrekkelijk voetballen. Ze wonnen vrij weinig toen, kan ik me nog herinneren. Maar het was wel hartstikke leuk om naar te kijken. En het is nou wel aardig dat de manier zoals hij wil voetballen, dat zich dat nu ook uitbetaalt in resultaten. Dat is wel knap. Zou die te houden zijn eigenlijk voor Dordt? Ja, kijk, als je met Dordt, ja, stel dat die man kampioen wordt. Ja, dat zou de knapste prestatie in de historie van die club misschien wel zijn. Ja. Echt waar. Maar ja, dan zal er misschien wel belangstelling komen. 7 punten voor Sparta, 8 op Eindhoven, 9 op de Graafschap, 10 op Willem II. Nee, het gat is echt heel groot aan het worden. Ja, maar je moet ook kijken naar hoe ze voetballen. En daar zie je, herken je gewoon wat een trainer wil. Bij balverlies, bij balbezit. Ja, dan ben je dus gewoon een goede coach. En voor goede trainers is volgens mij overal plaats. Dus als Harry van der Ham... Ook bij een A-land en een A-club? Ja, dat doe je. Koeman bedoel je? Ja. Ja, goed. Ik sprak Koeman van de week. En hij sprak over een A-land en een A-ploeg. Ja, ik kan me niet aan die indruk onttrekken dat hij gewoon weg is naar dit seizoen. En wat is dan een A-land en een A? Dus ik snap dat Brazilië een A-land is, maar waar houdt dat ongeveer op? Ja, Malta, niet volgens mij. Dat is geen A-land. Maar dat bepaalt ieder voor zich, denk ik. Koeman zal in zijn hoofd best een lijstje hebben. En ik weet dat hij dat ook heeft. Van clubs of landen waar hij graag naartoe wil. En weet je ook wat daarop staat?
Nou ja, daar stonden eigenlijk twee dingen op, Oranje en Barcelona. Nou ja, ja. Barcelona gaat niet gebeuren. En nooit? Ja, Oranje, nou, dat, ik denk het niet. En Oranje, dat gaat ook nog een moeilijk verhaal worden. Ja, ik denk nog steeds dat hij een grote kandidaat is. Maar als je dan gisteren weer die column van Hiddink leest, ja. Die komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Dat, zoiets doe je of roep je alleen maar als je gewoon informeel benaderd bent. Maar vertel dan nog even wat daarin stond. Nou, dat hij wel weer bondscoach wil worden, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, het was een sollicitatie. Ja, dus Hiddink, gepokt en gemazeld in de voetballerij, heeft alles meegemaakt, weet donders goed. Als hij dat zegt, wat de invloed van die woorden is. Dus Hiddink is gewoon kandidaat straks. En is dat dan in combinatie met Danny Blind? Ja, dat zou wel kunnen. Kijk, als Van Gaal Blind poest om Koeman nog een keertje tegen te werken, iemand uit zijn eigen stal daar wel neerzetten, dan zou dat eventueel in combinatie met Hiddink kunnen. En was dat de reden waarom jij net zei, het wordt moeilijk? Of zijn er ook in Koeman zelf gelegen factoren? Nee hoor, nee. Koeman zelf wil dolgraag naar de KNVB. Ja, maar dat de KNVB bij hem dingen ziet. Nou, het zou best kunnen dat de mensen binnen de KNVB zijn, of die nou uit de staf van Van Gaal komen, misschien Van Gaal zelf, dat die de bond wat aan twijfel hebben gebracht. En ja, dat zou toch wel heel opvallend zijn. Want Koeman was eigenlijk al een kandidaat voordat Van Gaal kwam. Ja, ja. Hij is informeel al een keer benaderd. En ja, waarom zou hij het nou niet kunnen worden? Het is toch een man met een geweldige uitstraling, geweldige staat van dienst. Presteert fantastisch bij Feyenoord. Perfect uithangbord. Als wij met Feyenoord in Europa zijn, dan is er niemand die zoveel aandacht krijgt als Koeman. Ja, wat wil je als KNVB nog meer? Maar er zullen dingen zijn waardoor de bond is gaan twijfelen. Ik hoop het niet voor Koeman, want ik gun hem eigenlijk na 3 jaar Feyenoord wel de overstap naar de KNVB. Het zou zijn carrière ook compleet maken. We keren terug naar de FC Dordrecht, naar die 4-3 overwinning op Eindhoven van gisteravond. Grote man, Joël van Nief, 3 goals maakte die. En de afloop was natuurlijk de vraag, welke was de mooiste? Ja, ik denk de eerste twee. Die penalty, ja, hij zat er goed in, maar of die echt mooi was, is de tweede. Nee, die eerste gewoon goede vrije bal. Ik oefende veel op, na trainingen en zo. En uiteindelijk worden nu eindelijk beloond. En ik voelde me ook lekker in de wedstrijd. Dus ja, eigenlijk had ik ook echt bij mezelf zoiets van, ik ga hem scoren. Ja, vervolgens heb ik een actie aan de zijkant. En kom ik naar binnen en schiet ik gewoon een goal. Maar ik vond die ook wel echt een goed inzetten. Ja, de jongen die heeft een fantastische trap. Maar dat is ook waar ik hem wil hebben. Rond de 16 meter. Want ik denk dat hij misschien wel van de hele eerste divisie, maar misschien van de Eredivisie ook wel de mooiste linkerbeen heeft. En dat is een gevecht dat ik aangegaan ben met hem. Veel te veel naar de bal toe komen in plaats van de diepte te pakken rond de 16 meter te komen. Maar ja, die derde goal, of die tweede goal van hem, jongen. Ja, die goals genieten. Echt moet je kijken, echt wel. Ja, genieten. En wat ook weer knap is, die Van der Ham heeft tegen hem gezegd, meer naar voren spelen. Ja. Het is van origine zelfs een verdediger, geloof ik, die Van Nief. En moet Van der Ham meer naar voren spelen, dan zie je wat het effect is als je dingen omzet en mensen overtuigt van een bepaalde situatie. Het is ook mooi als je achter die dugout staat. Hij is constant met dat soort dingen bezig. Ja, zit er bovenop. Aansluiten, tweede bal winnen, verder naar voren spelen. Overigens hierover gesproken, hè, dan zegt collega Sinclair Bisschop, ik ben elke donderdag op de Kromme Dijk en ik zie hem elke donderdag een half uur na de training. Kooltje, zo'n F-kooltje, weet je, op de 16 meter zetten als muurtje. En dan een half uur dat soort dingen oefenen. Ja, en kijk even op internet naar die goals van Van Nief. Dan zie je dat effect heeft. Eerst een vrije trap in de rechterbovenhoek en later een schot in de rechterbovenhoek. Kan jij dan als Feyenoord-watcher, jij bent heel vaak bij die trainingen ook, dan is onthullen hoe dat nou eigenlijk bij Feyenoord zit. Want elke zondag is dat gedoe bij ons op Rijnmond.nl. Waarom trainen ze niet op die corners? Waarom trainen ze niet op die vrije trappen? Nou ja, kijk, ze trainen natuurlijk wel op standaard situaties. Alleen dat gebeurt vaak bij besloten trainingen. Maar ik denk dat jij bedoelt, dat waarom spelers dat niet voor hunzelf doen? Ik denk dat mag best meer, ja. Als je ziet hoe de standaard situatie van Feyenoord, hoe die gaan. Oh. Ja, dat is corner, ja, dat moet natuurlijk, ze zeggen wel eens een corner halve goal, maar dat is overal, maar niet bij Feyenoord. Dus daar mag inderdaad wat meer op geoefend worden. Jordi maar Klaas, zie jij het ik sprak dat ik vroeg daar laatst nog naar en ja, iemand zoals Jordi Klaas of zo zegt dan bijvoorbeeld, ja, maar we moeten een bepaalde tijd ook binnen zijn, want we moeten om 1 uur eten. Dus, en als je daar weer te laat komt... Ja, maar dan ga je toch om 14:15 nog wanneer dan Van Hooydonk die vrije trappen dan, jongens? Ja, ja, nou, is maar het is ook niet zo dat Van Hooydonk urenlang bezig was. Die nam er nog even 15 naar de training. Maar goed, en dat is 15. Ja. 15 in de week is ook... Hey, weet je wat ook leuk is? Ik was daar gisteren. Weet je achter wie ik zat? Nee. Achter de eigenaar van de kraam van de frikandellen XXL. Okay. Maar dat was mooi. Dus die man die zit daar en die zat op een hoekje van een rij. En dan wordt er 1 frikandel gebracht door 1 van zijn medewerkers. En die geeft die dan door. En dan heeft iedereen in die rij, die heeft dan een stukje frikandel. En het zijn misschien maar de kleine dingen, maar in die details word je kampioen. Jij vindt het zelf een leuk verhaal. Ik heb daarvan genoten, van die man.
Groenendijk zei ook tegen jou, weet ik nou niet of dat in dat stukje zat. Het is niet alleen die speelwijze, maar ze blijven altijd knokken, dat Dordrecht, waar die eerder met Jong Ajax tegen had gespeeld. Nee, zat er niet in, maar dat zei je inderdaad. Ook als ze met 2-0 achterkomen, zoals gisteravond weer 1-3. 2-0, 1-3 zelfs na een dikke uur spelen. Ja, dan blijven ze doorgaan en blijven ze geloven in een goed resultaat. Dus ook mentaal zit het blijkbaar goed bij Dordrecht. En dan nog het lichamelijke aspect. Was een van de Sparta-supporters die tegen mij zei, na de wedstrijd van afgelopen zaterdag, ze hadden eigenlijk al verloren toen ze in de tunnel stonden. Want dat zijn echt grote gasten van Lima en Haddad en Peersman. En ja, dat. Ja, en als je dan met zoveel overwinningen die tunnel instapt, ja, dan word je misschien nog wel een beetje groter ook. Hè? Dat heeft ook allemaal te maken met vertrouwen en zelfvertrouwen. Anderzijds moeten we ook nog even eerlijk zeggen, het zat niet helemaal tegen met die pingel in de laatste minuut die Dordrecht meekreeg. Nee, we hebben Paul van Boekel floot gisteravond aan de Kromme Dijk. We hebben die beelden heel vaak bekeken. En het is wel een goed besluit door de keeper van Eindhoven slecht schil te geven aan uitbraak van Dordt. Waar we die over eens op de redactie. Nee, was een gele kaart. Twee rode kaarten. Maar goed, we hebben die beelden van die strafschop in de minuut nummer 93 een keer of 4-5 bekeken. Ik kan niet ontdekken waarom je een strafschop geeft. Maar we zijn hem eeuwig dankbaar in Dordrecht en omgeving, denk ik. Excelsior dan? Vorige week gelijk tegen Oost, nummer laatst van de eerste divisie. Nu verloren, van VVV gisteravond. Matige wedstrijd. Ja, dat blijft wisselvallig. Dan weer goed, dan weer niet goed. Maar de resultaten zijn niet stabiel. Nee. Dus dat betekent ook dat je aan de ene kant niet heel erg kan spreken, we zitten echt in een dip. Maar aan de andere kant ook, het gaat niet goed. Nou, gingen we eens na afloop op onderzoek uit hoe dat bij Excelsior zelf wordt gezien. Maar ik zeg niet dat wij in een spiraal, een negatieve spiraal of in een dip zitten. Dat durf ik zeker niet te zeggen. En zeker als je de eerste helft terugkijkt. En ik denk wat we daaraan vast moeten houden. Want de tweede helft sta je met een man minder. En volgende week staat er weer 11-11 op het programma. Dus dan moet je gewoon in de eerste helft vasthouden. Dat was gewoon goed. De eerste helft vond ik saai. Kijk jij daar dan ook zo naar of zeg jij, we stonden gewoon goed en leg je dat op die manier uit? Nee, ik heb genoten voor de eerste helft. Ik zag zakelijk voetbal, ik zag tactisch vermogen voor beide elftallen. Moet je een beetje kijken op voetbal hebben natuurlijk, als je dat moet zien. En toch wel twee goede kansen hebben gehad. Dat was ik eigenlijk prima als je tegen Finland speelt, die toch wel is gedegradeerd voor de Eredivisie. Complimenten de keeper voor hun, dan pak ik wel twee uitstekende ballen. Jullie verliezen nu de tweede periode. Kijken jullie met een schuin oog naar, dat is nu voorbij, hè? Nee, daar heb ik niet aan gekeken. De spelers wel? Ja, heb ik volgens mij ook aangegeven bij Rijnmond, daar heb ik niet aan gekeken. Nee. Ik kijk pas eind van de rit. Ja, je moet een beetje kijk op hebben, JD. Ja, Clay Roupet was een kleine jongen weggezet hier, onze collega, door Thomasson. Niettemin, het is wel waar, die tweede periode voorbij. En tiende, dat is gewoon zeker als je zo goed speelt als Excelsior doet, niet goed genoeg. Nee, is helemaal niet goed. En de doelstelling is ook om aan de na-competitie of de play-offs mee te doen, heet dat tegenwoordig. Ja, dan lig je achter op schema, maar moet je ontevreden zijn. Bij Excelsior zijn sommige mensen ook steeds meer ontevreden over het functioneren van Albert de Jong, kan ik je trouwens zeggen, de voorzitter. Jan Dirk. Heel veel mensen binnen de club die vinden dat die man rare dingen doet, rare beslissingen neemt en veel te dicht op de uitvoeringsorganisatie zit. Ferry de Haan veel te weinig ruimte geeft om zelf dicht te ontplooien tot een goede algemeen directeur. Heb je misschien een voorbeeld van een raar ding? Nee, maar wel met name dat laatste. Dat die Ferry de Haan veel te weinig bewegingsruimte geeft om zich te ontplooien tot een goede algemeen manager. Te veel te dicht op de uitvoering. Is ook heel veel op Woudestein door de week. Terwijl hij als bestuurder moet controleren. Ja, en toen hij kwam. Hè? Ja. Want het is natuurlijk niet een man die uit het voetbal. En hij heeft heel veel geld in de club zitten, jongens. 7 ton naar verluidt. Ja. 700.000 euro privé of met zijn bedrijf. Jeetje. Dat weet ik niet. Maar dat is wel heel veel geld, hè? Maar goed, deze man komt niet uit het voetbal. Hè. Het is geloof ik een wielerfanaat. Ja, en om te gaan bemoeien met de werkzaamheden van Ferry de Haan. Dat is ook weer zo wat. Kijk, wie betaalt, die bepaalt. Alleen als je bestuurder bent, dan moet je wel mensen op de werkvloer het vertrouwen geven. Die zijn ervoor aangesteld. En dan moet je niet zelf met geen enkele ervaring in de voetballerij gaan denken dat je het beter weet dan iemand die bij Feyenoord heeft gespeeld. Ook niet bij Excelsior. Ik vind zijn betrokkenheid, zijn vrolijkheid. In het begin was jij ook heel fanclubachtig, hoor. Ja, klopt. Maar mijn mening die stelt zich steeds een beetje bij. Voortschrijdend inzicht. Maar het is best wel opmerkelijk. Dat 7 ton in een club als Excelsior hebben zitten, jongens. Dat is een hoop geld, hoor. Ja. Ik vind dat best een spannende combinatie, als je ook de baas bent bij zo'n club. Manu, die werd aangehaald in een interview wat jij deed met Ruben Schaken in jullie blad Voetbal International. En die keek heel denigrerend naar zijn periode bij Excelsior. Nou, ik weet niet of je dat hoef je niet als denigrerend te zien. Kijk, het gaat erom, Schaken heeft zich een beetje opgeworpen als een mentor van de jonge spelers. Ja. Heeft zelf hoop meegemaakt, heeft altijd in de marge gespeeld en is pas de laatste jaren doorgebroken. Dus hij weet wat je te wachten staat als je weg bent bij Feyenoord. Dan is het eigenlijk allemaal minder. Dus hij probeert die jonge spelers ervan te overtuigen dat ze
God op hun blote knieën moeten danken dat ze bij Feyenoord spelen. En dat ze daar ook echt alles aan moeten doen. En dan roept hij Manu er wel eens bij. En dan zegt hij tegen Manu, jij hebt bij Excelsior gespeeld. Vertel eens hoe dat was. Ja, dan zegt Manu, en terecht. Ja, dat is toch een niveau waar ik niet meer naar terug wil. Nee, lijkt me heel gezond dat de speler van Feyenoord dat zegt. Dus hij weet hoe het ook kan zijn. Dus hij weet wat hij moet doen om er nooit meer naar terug te hoeven. Maar zou hij niet een betere mentor zijn als je zegt, als jij nou een beetje je best had gedaan bij die fantastische club, dan had je misschien nu in de Kuip ook enige potten kunnen breken. Ja, maar hij heeft toch zijn best gedaan. Hij heeft al 9 keer gescoord of zo. Hij is Feyenoord heeft hem toch teruggehaald. En 4-3 rode kaarten gepakt. Tuurlijk, maar daar heeft hij zichzelf ook mee gehad. Hè? Want hij was een beoogd basisspeler na de voorbereiding. Ja. Heeft Koeman nog gezegd. Alleen ja, hij kwam met een schorsing naar de Kuip. Maar het feit dat Feyenoord hem heeft teruggehaald, dat duidt er wel op dat hij bij Excelsior in ieder geval goed heeft gepresteerd, persoonlijk gezien. Ik word daar een beetje opstandig van, maar jij bent daar heel genuanceerd. Nou ja, goed. Er is toch geen enkele club die een speler terughaalt die niet functioneert, lijkt mij. Nou ja, tot nu toe is het succes niet gebleken. Nee, de concurrentie is ook erg groot, maar hij komt niet aan de bak, denk ik, in de Kuip voorlopig. En misschien wilde Excelsior hem ook wel niet meer. Schaken zei in dat interview ook, seizoen afmaken, eindigen op de Kool Single, dan naar het buitenland. Ja, dat is een droomscenario. Ik kan het in zijn geval ook wel voorstellen. Hij speelt lang bij Feyenoord, is 31 jaar. Als hij nog een keer wat wil, dan moet het nu gebeuren. En hij heeft een contract dat loopt met dit seizoen nog een jaar door. Dus Feyenoord zal moeten beslissen wat ze gaan doen. Gaan ze hem vastleggen of gaan ze hem verkopen? Nou ja, een speler schaken is er vanuit Turkije of weet ik veel waar dan ook wel altijd wel belangstelling. Die was er al, heeft hij vorige keer natuurlijk heel handig uitgespeeld. Hè? Ging met dat aanbindetje naar Van Geel toe. Die zei, nou ja, we vinden jou zo belangrijk, je krijgt er wat bij, je blijft daar nog maar. Dus ja, ik denk wel dat Schaken, dat hij bezig is aan zijn laatste jaar bij Feyenoord. In hetzelfde verhaal vertelde Schaken over Kidetti. Alles veranderde toen hij binnenkwam. Ja, bijzonder. Vond ik echt een soort magisch, heel mooi verteld en opgeschreven. Ja, nou dat, maar ja, zo voelen meer mensen bij Feyenoord. Dat heb je echt heel goed gedaan, Martijn. Dankjewel. Complimenten namens onze sportredactie. Nou ja, goed. Ja, ik zou steek ik even in mijn zak. Nee, ik zou er je werk van maken. Ja. Nee, maar misschien kom je ook nu wel bij Rijnmond. Laten we niet de grote maken. Nee, maar het gaat erom dat Kidetti, en het is wel opvallend dat Schaken dat zei, hij heeft wel overigens wel eens vaker gezegd hoor. Maar er zijn mensen die het belachelijk vinden dat Kidetti bij Feyenoord zo op handen wordt gedragen. En die mensen wonen dan niet in de regio Rotterdam, maar die kijken er van een afstand naar. En die denken, ja, die jongen, wat heeft hij nou gespeeld? 23 wedstrijden en hij komt langs en er staan nog steeds dromme fans voor de poort. Hij krijgt een afscheid waar je bijna niet goed van wordt. Maar deze jongen heeft zo verschrikkelijk veel invloed gehad. Hij heeft de spelers van Feyenoord gewoon in zichzelf laten geloven. En ja, als je dat kan op je 19e, terwijl je eigenlijk nog niks had gepresteerd, ja, dan ben je toch wel een fenomeen. En dat was hij natuurlijk ook. Nou heeft Martin van Geel voor elke positie een lijstje. Als er een speler vertrekt, gaan we die halen. Van Geel houdt natuurlijk ook rekening met het feit dat Pelle ooit gaat vertrekken. Staat Kidetti dan met stip bovenaan die lijst? Is hij nog in beeld bij Feyenoord? Kijk, hij heeft zo lang niet gespeeld. En sinds zijn vertrek uit de Kuip heeft hij niet meer op niveau gespeeld. Dus er is wel fysiek iets niet in orde met die jongen. Hij was toen heel goed. Het zou wel eens een eendagsvlieg kunnen blijken te zijn, helaas. Nee, want het gaat helemaal niet goed met hem. Hij is nou weer fit. Hij heeft nou gespeeld. En als je begint over die lijstjes. Nou, bij sponsors, supporters staat hij absoluut bij iedereen bovenaan de lijst. En hij van Geel die, ja, die twijfelt of Kidetti zijn oude niveau nog haalt. Nou ja, er is eigenlijk maar één land waar je dat kan zien. Ja, dan moet je toch echt naar Nederland, denk ik. Want je kunt niet, als je 2 jaar niet hebt gespeeld van Manchester City naar noem eens wat, Wolverhampton Wanderers of weet ik veel wat. Nee, gaat niet. Dit is de ideale competitie om weer op niveau te komen. En dan zeg je, hij heeft weer gespeeld. En waar speelt hij dan in? Dan speelt hij bij de, hoe noem je dat? Bij de reserves, bij de beloftes van Manchester City. Ja. Weet je nog wat over het stadion? Van Feyenoord bedoel je? Ja, dat ze achter de schermen nog steeds bezig zijn. Maar ze staan vrij rustig onder. Hè? Maar je weet niet precies. Ik weet niet precies, nee. Vrijdag zei Ruud van Os hier, dat driemanschap wat ermee aan de slag gaat, sluis. Van de Vecht. Die wachten op het moment dat de BVO Feyenoord het geregeld heeft met die supporters. Heb ik wel begrepen dat die supporters van de week een uitstekend overleg met die BVO hebben gehad. Oké, dat is goed nieuws. Dat is leuk, belangrijk. He? Heeft wel erg lang geduurd dan. Want dit bericht, daar kwam Vervat echt al 1,5 maand geleden mee. Ja. Ofzo, dat ze wel de supporters een rol moeten geven in dat proces. Dat is toch vorige keer gebleken. Het kan niet anders. Je moet iedereen op één lijn krijgen. En dat is toch de grote fout die ze vorige keer hebben gemaakt. Ja. Van alles gecommuniceerd, maar op de verkeerde manier. En uiteindelijk stond er eigenlijk behalve Feyenoord zelf, niemand achter die plannen. Dus als ze het nu anders aanpakken en wel iedereen erbij betrekken, ja, dan komt dat nieuwe stadion er gewoon. Nou gaat het overleg met die supporters natuurlijk over veel meer dan alleen het stadion. Vind je dat redelijk? Dat er op die manier ook in formele zin invloed wordt geëist door de supporters in het reilen en zeilen van de club? Nou, invloed niet.
Want er zijn mensen aangesteld en die moeten die club leiden. Maar ze mogen natuurlijk wel zeggen hoe zij over de dingen denken. En aangeven wat zij vinden wat anders moet. Als vrijblijvende adviezen. Nou ja, vrijblijvende adviezen. Kijk, je kunt geen supporters een club laten runnen. Dat ben je toch ook wel mee eens, toch? Er zijn toch mensen voor aangesteld, een directie. En die worden dan weer gecontroleerd door een raad van commissarissen. En supporters kun je geen club laten leiden. Maar je kunt wel luisteren naar wat er leeft. En daar moet je wel wat mee doen. Daar ben ik wel met je eens. Want in het bedrijfsleven is het ook wel gebruikelijk dat er een commissaris is namens de werknemers. Nou, werknemers moet je misschien ook niet een bedrijf laten runnen. Nee. Maar je zou wel op die manier supporters een formele positie kunnen geven. Dat zou een goede zet vinden. Echt een hele goede zet vinden als die formeel enige verantwoordelijkheid binnen de club krijgen. Die zijn toch een factor van belang. Ja, dat was ook wel beloofd, hè? Dat is eigenlijk nooit doorgegaan. Gisteren, en het verhaal van misschien is Feyenoord gewoon aan doorpraten met Volker Wessels, is dat? Hè? Ja, en met bouwer. Architect en met de gemeente Rotterdam. Volgens mij komt er een heel nieuw, hoe noem je dat, bid, hè? Dat is wat ik maar dat is niet, dat is niet aan de orde wat jou betreft. Dat ze nu met Volkers Wessels aan praten? Dat gewoon achter de schermen doorgaat. Dat zou best kunnen. Alleen wat ik begrepen heb, is dat ze eigenlijk helemaal opnieuw wilden beginnen. En dat zou ook betekenen dat er weer gewoon dat alle partijen weer mogen indienen. Ja. Als je Oranje Japan van gisteren bekijkt door de Feyenoordbril, wat zijn dan de voornaamste conclusies? Ja, van die dat De Vrij bij een van die tegengoals zijn tegenstander toch weer te veel ruimte geeft. En niet door de Feyenoord, maar door de Rijnmondbril bekeken, dat Oranje er met Blind op het middenveld op de plek van Nigel de Jong, maar met name met oud-Spartaan Jetro Willems als linksback, totaal niet op vooruit ging. Ik snap echt niet waarom Willems nog steeds international is. Ja, we gaan natuurlijk anders op kunnen lossen. Ik had Strootman er neer kunnen zetten toen Nigel de Jong eruit ging. Had hij de Guzman in kunnen brengen. Ja, hij koos voor Daley Blind. En ze zijn, ik was daar. Ze zijn bij rust natuurlijk gewoon helemaal weggespeeld door de Japanners. Echt op alle onderdelen. Helemaal ondersteboven gespeeld. En dan zegt Van Gaal, ja, dan kan ik het centrum van de verdediging daar wel de schuld van geven. Maar verdedigen doe je met z'n allen. En als dat niet goed gaat, ja, dan gaat dat centrum ook fouten maken. Nou, dat noemt Jan-Dirk net het slippertje van de Vrij. Van Gaal, maar volgens Van Gaal had Nederland die overwinning weer weggegeven. Maar volgens mij hebben ze zelf ook een goal weggegeven, die eerste. Dus het is allemaal zo makkelijk. Japan was gewoon na rust de veel betere ploeg. Zo simpel is het. Eén slippertje van de Vrij, maar als je het over 90 minuten bekijkt, want we zijn zo langzamerhand wel aan een soort examen toe. Hè? Deze wedstrijd, dinsdag nog een keer en dan in maart pas kom je bij elkaar. Nou, in maart is belangrijk, hè? Dan roept hij een groep op die normaal gesproken ook meegaat naar Brazilië. En daar moet je dan wel bij zitten. Ja, de Vrij is gisteren, die goal, wat ook niet helemaal lekker gekiept was volgens mij, die eerste goal. Nee. Heeft hij het verder niet zo heel slecht gedaan. Beter dan Ron Vlaar in ieder geval. De Vrij is wel, beter, is wel zeker van zijn plek in die selectie van Gaal. Dat denk ik wel. Maar wat zei je over Ron Vlaar? Nou, die viel mij toch wel tegen, eerlijk gezegd, gisteren. Jou niet? Nou, ja, ik heb dat niet zo gezien eigenlijk. Nee, ik vond hem niet heel sterk. Hey, wat over Vlaar nog wel interessant is, hè? We hebben het vaak over het niveau van verdedigen in Nederland. Vlaar bij Feyenoord, nou heeft hij de laatste jaren niet de ster van de hemel gespeeld. En dan gaat hij naar de Premier League. En dan heeft hij gewoon een basisplaats is die aanvoerder van een hele behoorlijke club, toch alles bij elkaar. Overdrijven we nou niet dat gat met dat buitenland dan te veel? Ja, het ligt natuurlijk aan naar wat voor club je gaat. Aston Villa is geen Chelsea, Manchester City of Manchester United. Dat is gewoon een goede middenmoot in de Premier League. Maar jij zegt dan altijd dat het zijn allemaal clubs die hebben in hun eentje meer geld dan de hele Eredivisie. Dat is waar. Maar het zou pas te denken geven als je van een topclub in Nederland, want die Flyers wel degelijk de laatste jaar met kampioenschap gespeeld met Feyenoord, als je dan bij een subtopper in Engeland niet mee zou kunnen. Feyenoord staat voor een aantal belangrijke weken. RKC uit, die moet je dan gelijk al winnen. Hè? Als je dan daarna PSV ziet, Heerenveen, Groningen en PEC. Feyenoord kan niet doorgaan met punten verspelen. Zo simpel is het. Ze zijn toch een aantal keer gewoon goed weggekomen. Hè? Zelf een slecht resultaat en dan viel de afrekening uiteindelijk wel weer mee. Omdat de rest dat ook deed. Ja, als je iedereen bij Feyenoord ook spreekt, van de spelers tot de technische staf. Ja, die denken en vinden gewoon dat ze kampioen kunnen worden. Nou ja, als je dat echt wil, dan moet je gewoon bij RKC winnen. En met duidelijke cijfers ook nog. Wel fijn dat je nu tegen PSV moet. Hè? Want de ellende lijkt daar elke week groter te worden. Locadia geblesseerd. Hè? Willems heeft Oranje verlaten. Van Aanholt komt er nu bij BMI ook, hè? Is uit dat de trainingskamp nu gegaan met een spierverrekking. Ja, dat is best wel ernstig. Ik moet zeggen, de laatste weken speelt Koeman weer met De Vrij en Matthijssen centraal. Ja. Ik vind als linksback. Nee. Maar het is niet zo heel geweldig, hoor. Ik vind hem veel beter centraal bij Oranje. Ja, ik vind Martensini ook centraal beter. Alleen als Nederland niet functioneert of licht geblesseerd is, dan moet Koeman toch schuiven. En dan komt Matthijs in het centrum terecht, waar hij eigenlijk de afgelopen tijd helemaal niet zo slecht heeft gespeeld, hoor. En Martensini linksback, dat gaat toch ook prima. Dat is toch dat moet toch geen enkel probleem zijn. Het zit er alweer op. Ja, joh. Ging snel voorbij, hè? Snel.
Ik vind het altijd leuk als je er bent. Ja, ik vind graag tot de volgende keer. Zeker. Jan Dirk, geldt voor jou natuurlijk sowieso. En voor jou helemaal. Want je bent een fantastisch publiek. Morgen kan je dat nog een keer tonen door bij ons naar Sportclub Rijnmond te kijken. 17:30 op TV Rijnmond. Dan hebben we Jordan Botaka van Excelsior. En de soap moet je echt even naar kijken bij de amateurvoetbalvereniging Hekelingen. Ik ben heel benieuwd wat daar verder uit gaat komen. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Dag. Het is voor mij persoonlijk een topweek. We begonnen bij Sparta te winnen en dan 2 dagen later word ik opa en we sluiten het af met een 4D-overwinning bij Eindhoven. Mooi. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Melk Container.